Ik denk dat we op het gebied van preventie moet je met elkaar samenwerken. Dat doen we dus al binnen de SGF, binnen de samenwerkende gezondheidsfondsen. Maar dat is niet voldoende. Als wij echt iets willen bereiken, als we mensen gezonder willen maken, vroegtijdig opsporen, dan moeten we ook samenwerken met verzekeraars, met de overheid, met de huisartsen, met de bedrijfsartsen, andere partijen. En uiteindelijk de rol van gezondheidsfonds is dan om dat zeg maar te stimuleren. Wij zien onze rol als een soort breekijzer voor vernieuwing. Dus die dingen die anders niet zouden plaatsvinden, die kunnen wij aanjagen door middel van subsidies of door middel van projecten. Om dan voor elkaar te krijgen dat die samenleving gezonder begint te worden. En ik vind dat wij als gezondheidsfondsen verder moeten gaan met vroegtijdig opsporen van mensen die een chronische ziekte ontwikkelen. Hoe eerder je iemand vindt met een chronische ziekte, hoe beter je kan behandelen. Dat doen we nu al op een aantal ziekten en dat willen we gaan uitbreiden naar ook bijvoorbeeld kanker of depressie of longziekte. Aantal ziekten, zodat je mensen zo vroeg mogelijk kan opsporen. Nou, dan moet je samenwerken met huisartsen, dan moet je samenwerken met bedrijfsartsen. En dat doen we op dit moment al op een beperkt aantal ziekten en dat willen we in de toekomst verder gaan uitbreiden.